Er komt 9,2 miljoen euro beschikbaar voor de herstructurering van de visserij in het IJsselmeer en het Markermeer. Dat heeft minister Carola Schouten bekendgemaakt. Het is bedoeld voor het terugbrengen van het aantal vissers en het verbeteren van de visstand. En redacteur Rob Woning, jij hebt het dossier gevolgd. Komt nu geld beschikbaar? Is dat een belangrijke stap? Ja, kan je wel zeggen. Er wordt echt al heel lang over gesproken. Er zijn bijna 80 beroepsvissers met een vergunning voor vissen op het IJsselmeer of Markermeer. Dat gaat dan om inderdaad commerciële visvangst, hè? Dus niet voor de hobby. De overheid die wil al een hele tijd dat er gewoon minder worden. En een aantal van die vissers die wil ook best stoppen. Vissen misschien zelfs helemaal niet actief, maar ze hebben gewoon wel die vergunning. Ja, dat is eigenlijk ook gewoon geld waard. Want op het moment dat jij stopt, dan kan dus een ander blijven vissen en dus gewoon geld blijven verdienen. Dus die mensen die stoppen willen daar gewoon een zekere compensatie voor. Ja, en daar is nou dan eindelijk geld voor beschikbaar gekomen. Betaalt overigens niet alleen het Rijk aan mee, maar ook de omliggende provincies. Dus ja. Flevoland, Noord-Holland, Friesland. Hoe werkt het dan? Hoe krijgt zo'n visser daar geld van dan? Ja, dat moet eigenlijk nog ingevuld worden. Het gaat nu om een actieplan wat de minister heeft aangekondigd. Dat gaat de komende 3 jaar dan uitgevoerd worden. Ja, en ik heb even gekeken naar dat tijdpad. En daar staat dus in dat eind dit jaar dan duidelijk moet worden hoeveel geld er dan bijvoorbeeld voor een visser beschikbaar komt. Misschien ligt dat ook aan wat voor quotum of welke vergunning zij op dit moment hebben. Ik kan me voorstellen dat niet elke visser evenveel compensatie krijgt. Ja. Maar dat moet dus nog uitgewerkt worden. Hoe belangrijk is het eigenlijk dat die IJsselmeervisserij verandert? Ja, dat ligt er een beetje aan wie het vraagt. Ik weet niet of je dat herinnert, maar met de Noordzeevisserij, de ene keer hoor je, er is bijna geen vis meer over. De andere keer hoor je, is een overschot. Ja. Nou, dat is bij de IJsselmeervisserij eigenlijk net zo. Er zijn een aantal soorten waarop gevist wordt commercieel. Brasem, blankvoorn en spiering. Is dat nou dat schubvis waar we steeds over hebben? Ja. Spiering volgens mij niet, maar brasem en blankvoorn wel. Ja. En dan hoor je toch wel eens wat alarmerende berichten over. Ook Wageningen Universiteit, die is toch een redelijk gerenommeerd. Ja. En ik denk dat het best belangrijk is dat de overheid dan het voortouw neemt. Want ja, anders dan blijf je maar roepen, het valt mee, het valt tegen. Tegenstrijdig allemaal, ja. Natuurlijk. Het is eigenlijk een simpel idee ook, hè, om het op deze manier te doen. Nou, klopt, minister heeft aanvankelijk, het duurde een tijdje, maar vorig jaar zei ze, we gaan het met een derde terugbrengen. Dan had ze ook overlegd met diverse betrokken partijen, hè, onder andere de belangenorganisaties en natuurorganisaties. En het idee is dan eigenlijk heel simpel. Je hebt minder vissers en de vissers die overblijven, die kunnen gerust wat vangen. En dan krijgt toch de populatie de kans om zich te herstellen. Ja, en dat actieplan van de minister, staan daar verder nog opvallende zaken in? Het veranderen toch wel wat dingen voor de overblijvende vissers. Digitale vangstregistratie. Je moet dus goed bijhouden wat je vangt. Ja. En ze gaan een vaartuigvolgsysteem invoeren. Een voertuig voor hem zijn. Nee, maar dan kunt je zien wie waar op dat moment aan het vissen is. Ja, auto's hebben het ook. Dat is een voertuigvolgsysteem en nu is het een vaartuigvolgsysteem. Omdat het een boot is. Ja dat klopt. Ja. En wat ik gewoon de indruk krijg is dat ze het beter willen monitoren, beter willen inventariseren. Dat heeft ook een beetje te maken met zo'n samenstelling van de populatie. Kijk, niet alle vissen zijn even oud. En als je nou vooral jonkies vangt of vooral ouderen, dat heeft natuurlijk invloed op hoe zo'n populatie zich ontwikkelt. Dus ze zitten daar wat meer bovenop. En dat heeft dan te maken met bijvoorbeeld maaswijdte van netten en welke soort netten je gebruikt. Ja. Is er iets bekend over wat de vissers er zelf van vinden? Ik heb dus even nog contact gezocht met de belangenorganisaties van de vissers. Hè. Die natuurlijk zijn zelf aan het werk en die hebben dan een club die voor hen, zoals de Vissersbond, een producentenorganisatie heet dat officieel. Ik bespeur daar wel een beetje een afwachtende houding en dat heeft dan denk ik toch weer te maken met dat geld. Ja. Want, hoeveel krijg je uiteindelijk, weet je wel, waar is het dan aan gerelateerd? Ja, uiteindelijk gaat het gewoon om dat het een bedrijf is en dat je bedrijf wordt gesaneerd en daar wil je gewoon fatsoenlijk voor gecompenseerd worden. Dus wat dat betreft die afwachtende houding nog die ik een beetje proef. Het is nog een plan ook, hè? Klopt. Maar ze gaan er wel snel mee aan de slag. En alle partijen hebben zich er wel aan geconformeerd. Oké. Rob Woning, dankjewel.